Onder een bekend Chinees gezegde, oude vrienden vergeet je nooit, heeft de ambassadeur van de Volksrepubliek China, Zhang Yingxiong, vanmorgen een kennismakingsbezoek gebracht aan de Nationale Partij Suriname. Hij werd verwelkomd door partijvoorzitter Gregory Rusland en een NPS-delegatie bestaande uit leden van het hoofdbestuur en andere structuren van de partij. Beide politici benadrukten de wederzijdse inspanningen die zijn gepleegd op economisch, handels- en cultureel gebied. Deze vriendschappelijke band moet volgens Yingxiong behouden en waar nodig versterkt worden. De ambassadeur zei verheugd te zijn om na 10 jaren weer in het partijcentrum Groenjari te zijn. Hij memoreerde de diverse projecten die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Surinamers economie en de waarborging van de Chinese autonomie. Rusland noemde in dit verband het feit dat de NPS voorloper is geweest van de One China Policy en het Dalian 3 asfalteringsproject, waaraan hij in zijn periode als minister van Natuurlijke Hulpbronnen in 2007 heeft meegewerkt. Behalve de verschillende activiteiten en projecten die op regeringsniveau worden uitgevoerd, zegt de ambassadeur dat het van belang is om ook contacten te hebben met politieke partijen, ongeacht of zij in de oppositie of coalitie zitten. Yingxiong is van mening dat de goede banden die er reeds waren met de NPS aangehouden moeten worden. Partijen zullen nadere afspraken maken over het opzetten en uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gemeenschapsontwikkeling.